Misschien, nou, of niet. De band loopt aan deze kant. Juist, mooi man. Goedenavond. Nou, welkom in de strijd. De strijd. Ja, wat voor strijd? Wat gaan we doen? Ja, goede vraag. Wat hebben jullie zondag nog gedaan? Wij hebben nog een veldje geoogst. Contractje? Nee. Eigen veld? Even kijken, eigen veld ben ik bezig geweest. Het is weer even geleden. Vier zeker. Vier. Of niet? Nee, gras staat uit zeker. Hier zo, op veld 19, is opnieuw ingezaaid. Oh ja joh. Dus dat is geoogst, er staan nu sojabonen op. Maar het, veld 4 moet nog gebeuren. Opgezet. Ik had er toch sojabonen op gezet. Wacht even. Wij hebben een contract nog gedaan. Mais. Veld. Ja. 7. Ja, veld 7. Oh, 17. Zo, dat is groot. Ben je veld 7? 7. Oh ja. Oh, die had ik geaccepteerd. Ja, die stond er nog in, dus die hebben we afgemaakt. Ah. En die is dus klaar. En we zouden dus, wat goed is, veld 4 kunnen. Even kijken of het, want je kunt op de map wel kijken of het genoeg gegroeid hebt, maar fysiek kijken of het genoeg is, ja, dat is genoeg. Dat ja, zou dus kunnen. Is verder geen zak te doen eigenlijk. Nou, dan gaan we een trekkertje halen, maaien. Weer gras, saai man. Ja, meer contracten zijn er niet. Hoeveel is dit dan? Dat is toch ook bijna klaar. Nee, er is helemaal niks te doen joh. Straks hebben we het in één keer weer knijtersdruk. Ja, ik weet niet of we nog contracten kunnen. Nee. Nieuw contract. Ja, misschien refreshen. Ja, dan moet ik eerst even inloggen. Ik weet het niet. Ik denk dat gewoon een nachtje moet slapen. Dat denk ik. Het is toch al 3 uur. Het is zo donker. Zo. Kijk. Nieuw contract. Ja, cultiveren veld 7. Ja, dan. Meer komt er niet bij. Nee. Dus dat is het niet. En die bemeste, oh die staat er nog bij, oké. Oké. Nog slapen of niet? Ja, doe dat maar. Ja, is goed. Tot laat? Ja, standaard gewoon 9 uur, dat is makkelijk. Anders is het al een beetje schemerig. Ja, volgende week vraag ik het weer hoor. Dat is goed joh. Vergeet dat toch. Ja, maar dat is de laatste tijd die je kunt doen, 9 uur. Oké. Je kunt niet naar 10 uur toe ofzo. Vorige keer januari 6 uur gedaan, maar was ik alsnog in donker aan het werk. Ja. Oh, het heeft wel al gerekend. Geregend. Geregend. En we hebben een nieuwe. Hiro, bemester, die ga ik even pakken. Pak. Ja, oké. Pak. Dat doe ik nog wel een keer. Zaaien gaan we niet aan beginnen. Hoe is het? Ja, 18. Yes, 18 kan eraf. Let's go. Koolzaad, ons eigen veld. Verdiende baas. Oké. Yes. Nou, 2 combines, 1 combine. Well, weet ik ook niet, zeg het maar. We kunnen hier wel de grote combine alvast, maar ja. Ik pak de kleine. Ik pak de dikke vette vent. Doe maar even 2 combines, het is groot veld. Oh zo, ja. Laat ik de vent even staan. En hoe is dat met de... Met de motorstart, wat vind je daarvan? Ja, dat doe ik gewoon met knoppen. Ja, juist, maar nu kan je het met je gaspedaal, hè? Nee hoor, bij mij niet. Wat? Ja, kan misschien wel, maar het zal niet aan. Oh, heb jij dat uitstaan? Ja. Oh, dat werkt per persoon dan? Ik denk het. Oh. Oeh, ik moet even de game volume wat naar beneden zetten. Zo. Ik begin aan de achterkant. Het is toch nog niet volgroeid. Oh, wacht even, veld verder nog bezig. Hier, het eerste veld is nog niet klaar. Opletten, JP. Ja. Dat doe ik. Oké. Oh, wat doe jij nou weer? Zit je kapot te maken? Kapot. Zit je kapot te maken? Ik doe niks hoor. Oh.
Hey, hoe doe ik die kar? Goedendag. Wat kar? Oh ja. Ja, jongen, ik ben hier weer aan het knoeien. Ja. Denk jij wel. Zo. Diesel genoeg, gaan met de banaan. Zeg jij nou ook nog wel eens wat? Jawel, ik ben even aan het koppelen. Oh, ja. Ah, dat is iets beter. Het staat nog wel hard hoor, geluid voor mij. Nou, hier is het eerste sneetje eraf. Oh ja, dat is een grote geld natuurlijk. Ja. Ja, zo even met z'n tweeën eraf rijden. Ja, precies. Nee, degene die het eerst vol is, die pakt even een karretje. Ja hoor. Ja, ga lekker. Kom wat af. Dat is mooi. Ja, ze verdienen man. Pak jij hem over dwars, pak je hem naast mij. We hebben niet dezelfde breedte. Ik doe wel even koppakketjes. Oké. Okay. Dan hebben we gelijk goede koppakkers. Is goed. Oh, dat is fijn. Dankjewel dat jouw microfoon, mijn microfoon even niet binnenkwam bij jou. Ja, zo leer je nog wel even. Ja, en ook tenminste gamegeluid. Het was eigenlijk best wel een beetje saai. Soms wel, hè? Ja. Maar dat gaat goed. Geen stroozwaarde, dat is niet mogelijk, toch? Nee. Vol zat gaat niet. Zo, en wat brengt het op vandaag de dag? Geen idee. Zal wel een beetje wezen. Nou, lekker. Komt genoeg Help. Af. Ik heb Help nu een half vol zitten. Ja. Ik heb trouwens nog wel een soort idee, maar het is wel echt een mega idee. Wacht, eerst nog even. Nog heel even wat aan de camper in de doen, want dat is toch wel een beetje te gek, man. Kijk, heen en weer is 59%, dus het gaat goed. Oh ja, dat gaat wel precies lekker. 60, ik schakel gelijk over. Ga hard. 63? 63, ja, ik tel echt gewoon continu op. Soms heb je wel zo dat het eventjes duurt met die procenten, maar dat gaat echt heel snel. Ah, dat is ook gemilligd, hè? Ja, dat is goed. Ja. Dat geloof je direct. Hop de pop. Dik vet verdienen. Waar moet die zooi naartoe? De beste bieder. Ja, is het wat op het moment, of weet je? Weet ik niet, geen idee. Kan wel. Oh, lek! Hey! Lek! Kijk. Opslagmomentje. Oh, ik reed 266. Met de combine. Wees gelijk een 20. Ik reed 266. En deze is vol. Oh, niet zo ver doorrijden. Nou, trekkertje erbij. Gas op de lolly.
Hey, maar ik had een rigoureuze idee. Oh, nee toch? Een megaplan. Echt een megaplan. Dat kan niet. Ja, dat is je eigen schuld. Nee toch? Ja. Alles verkopen en stoppen met verwarming. Nee! Oh. Ja, dat is rigoureus. Ja, dat is wel heel rigoureus. Nou ja, dan had je het verkeerd aan de lijn en dan moet je met een ander wezen. Oh, nou, dan is het iets minder rigoureus. Oké. Okay. Nee, ik wou eigenlijk heel gek land 21 gaan kopen. Oh ja. 17. Kost een heleboel geld. Heel groot. Met zo'n weiland, weet je niet. Veld 21, zei jij? Ja. Waar ligt dat? Mee. Oh, hier in het midden. Die galap. Oh, hier in het midden. Ja. Hallo? En dan wou ik... Ik hoor die even niet. Nee, ik had ook even heel veel lek. Nu ben ik er weer, toch? Oké, ja. En dan wil ik eigenlijk de boerderij uitbreiden, die kant op, dus een stuk land eraf. Ja. En dan een schuur neerzetten voor aardappelen en zo in te doen, in die kisten die jij stuurde. Zo. Ja, en dan gelijk dat land maar in de aardappelen knallen. En dan sparen voor oogstmachines of gewoon huren te zijn de tijd. Allemaal in die schuur knallen. En als het dan gunstig is, een beetje in de gaten houden wanneer het de beste tijd is om te verkopen. Ja. En dan al die aardappelen weg gaan rijden. Ja. Eigenlijk zou je dan een schuur moeten hebben. Waar je die kisten met aardappelen een soort van in op kan slaan. Niet los eigenlijk, zoals je ze gewoon los neerzet, zoals je ze ook buiten kan neerzetten. Mm-hmm. Maar echt gewoon serieus, dat is de soort verdwijnen van de map. Oh, dus dat kan ook. Begrijp wat ik bedoel. Ja, hetzelfde als je dus eigenlijk in dit geval de koolzaad bijvoorbeeld. In de silo stort, is het ook weg van de map, zit het in de silo. Ja, maar het is ja. Eigenlijk niet aanwezig op de map, maar het zat eigenlijk in een soort geheugen opgeslagen. Ja. Dan heb het ook geen lag effect. Ja, want dan wordt het eigenlijk maar opgeslagen als getalletjes zijnde. Ja. Zo zie ik het. Ja, nee, inderdaad. En dan heb je minder kans op lag en andere sores. Ja. Ik weet niet of dat er is. Ik heb wel zoiets gezien, maar ik weet niet of wij het ook toereikend is voor ons. Wij kunnen. Nee, okay. Moet er wel zijn. Ja, zo, ja. We moeten zoeken op de site naar potatoes nog wat. Of opslag. Ja, ik weet niet hoe het heet. Ja. Dat hadden wij voorheen op FS19 ook. Allerlei containers en dergelijke waar spullen in gaan. Kon je dus in een loods. In een trigger neerzetten en dan ging het eraf. Of weg, een soort van. Ja, en dan moest je in die loods op zo'n i'tje klikken. Mm-hmm. En op dat i'tje kon je dan de producten aanvinken wat je dan eruit wilde hebben weer. En dan kwam er weer naast staan. Ah, juist. Ja. Ja, dat moet je hebben, ja. Gaaf. Nou ja, dat is natuurlijk wel een megaplan, want alleen dat land aankopen, dan hebben we, als we dat nu zouden doen, hebben we nog maar een ton over. Ja. Ah, er staan daar misschien... aardappelen op. Nee, oh ja, weet ik eigenlijk helemaal niet wat erop staat. Ah, oké. Okay. Maar die moeten er dan op natuurlijk. Ja, ja, ja. Ah, zoiets is wel gaaf. Zeker. Ja, dit is ook al leuk. 28 is ook van ons, hè, overkant. Ja. Tegenwoordig. Gezien. Ook gewoon een mooi lapje. Het is wel, het is ook, het valt mee hoor, met de grootte hoor. Ja, het is langgerekt. Juist, lijkt maar zo. Ik denk dat dit... Dit lapje. Dat denk ik wel, maar ja, die inhoudsmaat staat er nooit bij, hè. Nee. Dat is ook zo.
Even kijken. Maar het idee is wel heel goed. Ja, wie weet, wordt het wat? Oh, dat staat hier niet bij, maar. Ja. Ik weet het ook niet. Ik vind het wel leuk. Oh, een hele koppakketje hier trouwens. Ja, ik denk al. Je mag het heel land doen, maar niet uit. Ik zie jou tenminste af en toe. Ja, dat is waar. Gewoon heen en weer. En we rijden allebei steeds minder als het goed is. Ja, een beetje mee zit wel. Anders zouden we dit zien kloppen. Het is toch leuk op een punt werken. Laatste baantje is nog maar even zomaar 3 meter. Dat is goed, dus wel. Hé, hoe vol zit jij? 98. Yo, kom eraan. Ja, maar ik ben... Sta je bij die handen? Ja, bijna. Ja, want dan is deze kip toch vol. Ja, dan kunnen we deze kip het volmaken. Kunnen we die wegsturen. Als jij ondertussen even kijkt waar die heen moet. Want hij is bijna leeg, die van mij. Waar het beste kunnen brengen. Cool, zo. Ja. Of moeten we het eerst nog bewaren? Oliemolen. Ik geef ze 1000 voor. En 1000? Ja. Zo. En... Het is nu, op dit moment, maart, april. Mhm. Dan staat hij wel op mei. Oh, mei. Dan is hij op zijn laagst. En in november is hij op zijn hoogst. En hoeveel hebben we er dan voor? Dan geven ze 1200 voor, dus het maakt ook niet zo gek vooruit, joh. Nou. Ja. Ja, maar dat duurt nog veel te lang, joh. Ja, daar kan ik niet op wachten. Nee. Oh. Oké. Okay, gaat er niet helemaal in. Nee, dat klopt. Ja, oké. Okay. Ik los de rest in de andere kip. Of kom je hier al? Oké. Okay. Ja, tuurlijk. Met die combines moet je niet te veel rijden. Je moet ook meters maken. Ja, dat is waar. Oh, nog verder nou wat. Ja, is goed zo. Is het mooi? Ja. Oliemolen, zei je, hè? Ja. Oké. De olie. Molen. Olé. Zo. Leeg. Op. Helmerzee geblokkeerd. Wat zegt u? Helmerzee geblokkeerd. Ja, die trekker, die stuur ik weg. Of wou je straks zelf wegrijden? Dat maakt niet uit. Ik kan maar wegwezen, toch? Ja, is ook zo. Is goed hoor. Ik kan straks nog een land doen, joh. Ja, wie weet. Even kijken. Eerst deze maar eens even klaar doen. Eerst deze eraf, nee. Moet je ver vooruit lopen. Nee, lekker rammelig geld verdienen. Hebben we nog een doel? Want met doel is het wel leuker. Nou ja, leuker niet, maar... Maar ja, we hebben altijd wel doelen. Groter, meer. Ja, maar ja, nu was het natuurlijk... ik had wat ideeën en... Nou ja, daar kunnen we ook voor gaan. Dan hebben we wel even een flink doel. Oh ja, je had de missie wel ook gezien. De laatste keer dat er weer geïnvesteerd was. Nee. Nee. Oh, is dat nog op 6? 600.000 en een beetje. Oh ja, wacht even. Jullie hebben... Nee, ik heb het nog niet gezien. Ik weet dat niet meer wat hoor. Ik heb het gewoon de hele week niet gedaan verder. Wat hadden we ook alweer? We hadden weer wat gekocht. Ja, die graan ding of zo. Graan ding? Graanmolen of zo. Oh ja. Ja, de... Even wacht, vergeet een snipje. Ah ja. Sorry, bijna lekker band. Probleem. Nee, we hadden... Even kijken, de graanmolen. Zeg ik wel. Fabriekjes, deze. We hebben de ontbijtgranen gekocht. Ga ik gelijk eens even kijken. Ja, hoe kan je dat zien? Escape. Ja. En dan net onder de contracten loopbandje, met pijl erbij. Yes.
Oh ja. De ontbijtkramenfabriek. Maar daar moet zoveel in. Honing, krenten, haver en mais. Ja. Die moeten erin en dan komen er ontbijtgranen uit. Ja. En die moet je dan weer ophalen en wegbrengen. Ja. En hoe komen we aan honing, krenten? Honing. Ah. Hebben wij een bijenkorf ingezet, een hele grote. Waar? Tussen de koeienschuur en de schapenschuur. Oh, gaaf. Ja. Ja. Als je nou eentje naar beneden gaat, naar de graanmolen, de tarwemeel. Ja. Die staat op rood. Geen ruimte meer. Die is vol. De meel is vol, dus meel kunnen we ophalen. En verkopen. En verkopen. Nou, en dat levert nou eens echt knaken op. Oh. Dan word je zelfs bang van zoveel. Oh, jullie hebben er van alles heen gereden al. Ja. Meel levert op dit moment... bij de supermarkt het meeste op. En dat levert 1000 ton. En dat is ernaast? Weet het niet. En we hebben 30 ton. Van alles. Totaliteit. Is de 30 ton. Totaal. Dus dat is 30 keer 4. Keer 1000. 120.000 euro. Ongeveer. Oh, zullen we dat zo dan eens even gaan fixen? Er staat op paletjes, dus moeten we met een platte kar. Ja. Ik weet niet of dat auto loopt. Lukt. Dat is weer jammer dat het niet in de kip kan. Nee, het is op paletten allemaal wat eruit komt. En daar had ik in de vorige map had ik daar een oplegger van kronen met een vrachtwagen erbij. Ja. Nou ja, die verdien je natuurlijk dubbel en dwars terug. Met even een paletje. Of een volle kar wegbrengen, ja, dat is gewoon 50.000 euro voor een volle kar. Ja, precies, ja. Dus dat schoot lekker op. Ja. En als je natuurlijk nu de oliemolen zou kopen en je gooit de koolzaad in, krijg je koolzaadolie. Ja. Levert weer meer op dan enkel maar koolzaad. Ja, dat zal wel, ja. Dat was ook het idee van dus die tarwe weg te brengen, tarwe lever. Even terug, escape. Tarwe. Heel simpel. Tarwe. Levert op dit moment bij de graanmolen. Nee, bij de voer- en graanzaad 600 of. Ja. Dat is de en max. Dat meel? Nou ja. 1000, zei jij. Ja, dat is het dubbele. Dus, oké, gaaf. Dus je hebt die fabriek gekocht. Ja. Maar die was dan niet zo heel duur. Ton of zo. Oké. En hoe zit het dan als je dat product heen brengt, krijg je niks voor, toch? Nee, levert geen geld op dat moment. Want het is je eigen fabriek. Ja, precies. Ja. Enkel, hij maakt er andere producten van, wat dus dubbel zo duur is. Juist, ja. Nou, dat is wel leuk. Dat is het zeker. Kijk, en wil je nog een stap verder gaan, maar dat is... dat heb ik vorige keer op een map wel gedaan. Dat was eigenlijk veel te veel van het goede. Een bakkerij gekocht, breng je meel, bak die brood. Brood levert meer op, maar brood bakken duurt zo lang eer dat je een karretje vol hebt. Nou ja, dat duurt langer dan dat je er plezier van hebt. Ja, dat is dan ook niet zo. Doe je nu één nachtje overslaan, heb je al bijna gelijk die meelhandel volstaan. Oh, dus dan moeten we ook in de gaten gaan houden. We moeten trouwens nog even naar de koeien kijken, zo denk ik. En om het even op gang te houden, heb ik eventjes graan hadden we zelf geoogst. Nee, hadden we over van een contract, geloof ik, ja? Ja, en heb ik de rest... Oh ja, dat was ongeveer 25% wat je over had. Ja. Nice. Ja, ja. En toen hebben we van de rest van de producten, van tarwe, gerst, sorghum en havermout erin. De andere drie producten heb ik een keeper wezen halen uit de silo. Melt die? Ja. Juist. Om dus die fabriek maar even aan de gang te houden. Dus de eerstvolgende... Ik zag het. De eerstvolgende... inzaaiing op een land. Moet het bijvoorbeeld haver of gerst of... Juist. Dat is hier hè, zo meteen. En dan heb je ook gewoon producten die je echt nodig hebt. Ja. Ja. Mooi man.
Dat is leuk. Ja, dat is, dat is interessant. Maar dat moet je ook niet al te veel hebben, denk ik. Althans. Nee, je moet niet continu hebben, maar goed, nu hebben we dus vanwege die mailhandel weer eens een andere bezigheid op de map. Ja. Wat doe jij nou? Het is dat ik rende, maar... Dat is toch mooi zo, of niet meer kijken wat er nou gebeurt. Zit je vol? Ja. Netjes. Allee, waar is die tractor? Hoe daar? Ja, een stukje verder. Kijk, maar dit is mooi hè, met zo'n combine hè. Ik zeg mijn bak van die andere eraf. En 15 meter eraan. Ja, maar dan is een slurfje tekort. Ja, dat is bij deze ook. Ja, dat is waar. Ja, ja dat kunnen we altijd nog doen. Kijk, inkomst 31. Oh, hij heeft hem gelost, die pannenkoek. Kijk, nu ook als je dus kijkt naar koolzaad, wat levert het op? Oliemolen 1000, hè, hebben we gezegd. Wat is dit dan? En heb je dan oh, sorry. Koolzaadolie? Koolzaadolie. En dat levert bij de fastfoodrestaurant 2685 op. In plaats van? 1000. Ik moet even die helper een duw geven, want je snapt het weer niet. In plaats van, sorry? 1000. Dan krijg je 2600 de ton. Onkel. Bij de olie. Van koolzaadolie. Ja, maar waarom kopen we die dan niet? Nou, we moeten niet gelijk alles gaan doen. Nee, dat klopt. Maar dat is wel heel gaaf. Een oliemolen, toch? Jawel, maar laten we eens even die mailhandel afronden. Doen we de volgende keer wel. Het kost even. Maar 80.000 euro, hè? Wat? Oliemolen. Oh, dat kan. Oh, sorry, ik heb er een kop koper gedrukt. Grapje. Wat moet er allemaal in dan, in zo'n oliemolen? Koolzaadolie. Ja, en maar... Eén product is al genoeg, oh, zonnebloemen zeker. En zonnebloemen, zonnebloemolie. En dan heb je nog olijven, dan heb je olijfolie. Maar die meel bijvoorbeeld ook al. Als je één product erin gooit, doet het ook al. Ja, zo. Dus als jij er alleen tarwe in gooit, maar dan krijg je toch geen restenmeel, neem ik aan. Nee, dat maakt niet uit. Gaat erom. Als je ze alle vier erin gooit, gaat het wel vier keer zo snel. Ja, dus als je de gerst in gooit en haver en zo, dan heb je dus vier producten in één keer. En anders gooi je er alleen tarwe in, dan krijg je gewoon tarwemeel alleen. Ja, of er komt wel anders uit, want ik weet niet precies hoe die paletjes eruit zien. Maakt niet uit. Nee, volgens mij dat alle smaken zaten volgens mij op één paletje. Enkel als je één product erin gooit, doet hij 25% van de productie. Mm-hmm. Doe je ze alle vier, heb je 100% productie. Ja, precies. Want uiteindelijk moet je rekenen, er zitten vier productielijnen in die fabriek. Ja. Juist. Nou, dat moet je eigenlijk gewoon zo nuchter bekijken. En bijvoorbeeld bij die oliehandel, koolzaad kun je heel makkelijk maken. En de zonnebloemolie. Mm-hmm. Ja. En de rest is gewoon, helaas, olijven gaan we niet aan beginnen. Dus voor mij een heidens karwei. Ja. Klopt. Ja, op die manier. Zo. Vindheid. Ja. Nee, ja, ik snap het. Nee, ja, dan doe je gewoon alleen zonnebloemolie en olijf. Koolzaadolie, ja. En kan je er ook nog diesel of zo? Op de duur wel. Daar kun je ook nog waarschijnlijk een fabriek voor hebben. Die aanhanger die jij gekocht hebt voor die John Deere, jongen, dat is echt geniaal. Oh. Ja, nu ook gooi ik die maaibalk ernaast. Dan rij je een stukje aan de kant en dan zegt hij tjoep en ligt hij erop. Oh ja. Dus die triggers zijn wel goed. Ja.
Nou, deze staat aan de kant. Dan zoek ik even de keeper op. Hier heb ik een keeper. Deze staat vol. Is jouw combine ook leeg? Nee. Oh. Ik heb nog 2045 liter. Dan rij jij terug naar... de fabriek. Naar de boerderij. En de slurf je even boven de silo. Kan dat gewoon? Ja, natuurlijk. Kan je hem gewoon vanuit de combine silo in krijgen? Nou, als die slurf een beetje daar boven past, dan is het goed. Ja, mooi. En wat gaan wij nu ondernemen? Ik breng deze keeper nog mee, hier komt ondertussen concurrentie tegenin. Oh ja, die heb ik natuurlijk niet meer omgezet. Maar die is wel gelost, die is onderweg. Ja, die is onderweg naar de dingen. Wacht even, gaan we even om. Ja, die kun je zelf ophalen zo. Ik ga even lossen en dan... Je moet gewoon naar de boerderij rijden, die pannenkoek. Waar zit die olie, of die... waar moest ik weer naartoe? Hoe heet dat ook alweer? Oliemolen toch? Oliemolen, ja. En waar zat die ook alweer? Ik heb hem nog niet opgezocht. Je zit tussen de ontbijtgranenfabriek en de biomassa in de zuidelijke vallei. Ja, de BGA. Oh, daar moeten wij ook nog eens even naartoe, hè? BGA? Ja, we hebben nog hartstikke veel producten zitten, volgens mij. Ja, in de silo. Oké, ja, dat doen we de volgende keer dan nog. Een keer. Ja, precies. Zo, ik spuit de combine af. Ja, ik heb hem zo weggezet. Had ik misschien niet moeten doen, maar goed, hij stond wel lekker daar. Bochtje pakken. Even kijken, olie. Daar. Nou, ik zou zeggen... Oil. Dit is oilers. Combine afspuiten, ja. Die is vies. Lossen. Nou, daar gaat het pakkie. Oh, je bent er al. Ja. Mooi. Ja, in ieder geval lekker gewerkt. Kijk. Moet eventjes zo. Weer in de 1000. Hoppa. Juist. En waar is die graanmolen of die wat? Nee, dus deze is al bijtgegaan hier. Even kijken bij dat mail. Heb je dat mail al gezien of? Nee. Oké. Als jij zo even uitstapt, dan kom ik heel even kijken. Even kijken, waar was die fabriek ook weer? Ja, helemaal achteraan. De allerachterste? Ja. Nee toch? Ja, dan niet. Oh, sorry hoor. Ik dacht de voorste. Ja, hier heb ik hem. Van welke kant je bekijkt, hè? Hier heb ik hem. Kijk. Nou, kom maar even deze kant op. Ja, ik ben net achteruit aan het manoeuvreren met dat. Ja, daar heb ik geen tijd voor. Nee, ik kom eraan. Zo. Ja. Oh, hey. Kijk, als je hier even komt kijken. Hier staan paletjes. Oh ja. Oh, dat is ook niet veel. Nee, maar de rest staat nog binnen. Oké. Hier staan hoe laai je dat dan op? Hier moet je gewoon een of met de heftruck of met autolood. Heftruck kopen. Dat is gaaf. Oké. Maar goed. Dit dus. Maar die heftruck die moet je dan wel even op. Dan gaan we eventjes lekker de volgende keer maar doen, denk ik, hè? Juist, dat dacht ik ook. Dus ik zou zeggen, niet op het duimpje te klikken. Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen, hè. En vergeet ook niet te abonneren. En wat hebben we nog meer ook alweer? Geen idee. Reactie is in de comments onderin de video.
Dat is ook wel leuk, ja. Ja, ja, ja. Nou, zoiets dus. En misschien heeft iemand anders een idee wat we zouden kunnen gaan ondernemen, hè? Alle tips en ideeën zijn welkom. Zo is dat. Nou, hier laten we tot de volgende. Yo. Goed.